hok schoonmaken. En dan gaan we de haak ophangen. En even kijken of ik nog vitamine heb voor de kippies. Omdat ze nou lekker weer aan het scharrelen zijn. Kijk maar. De nieuwe jatteel. Lekker bezig. Oké. Ik ga het wat doen. Want we hebben vandaag mooi weer. En dat kan zomaar over zijn. Ik gebruik één baaltje stro van een kilo. En als ik meer nodig heb, dan ga ik gewoon nog een baaltje halen. Het stro wat ik erin doet is meer voor het scharrelen en dan ze droge voeten hebben. En voor de kou natuurlijk, maar ja, zo koud is het niet. De ene keer één keer sneeuw gehad. Het heeft vannacht wel een klein beetje gevroren, maar niet echt. Dus dat, maar ja, alles is nog mogelijk. Het aprilletje zoet geeft ook nog wel eens weer toe. Oké, ik ga verder. Ik ga het, de haak erop zetten. Ik heb trouwens, dus die haak, die ook al in een eerdere vlog laten zien. Met een vogel erop. Ik had ook een eenvoudige kunnen halen, maar ik vond deze wel leuk. Zo, ik pak er even een krukje bij, want ik kan nog steeds met die knie niet goed buigen en gebukt zitten. Het begint wel langzaam te komen, maar ik wil nog niks forceren.
waterton even schoonmaken. En daar doe ik vitamine in. Omdat er te weinig zon in mijn tuin komt. Anders hebben ze weer een tekort aan vitamine. En dat gaat ten koste van de eieren. Dan die haak die heb ik opgehangen om dan die kippen altijd die waterbak zo vuil maken. En nou hoop ik dat als ik hem ophang, dat hij dan wat langer schoon blijft. Al die erin is ook niet goed. En misschien nog hem aan de andere kant moeten hangen. Maar ik wil nog een soort trapje maken waar ze eventueel ook op kunnen gaan zitten als het droog is, anders zitten ze de hele tijd op het nest of op de grond. Dan heb je ook van die schommels, dat lijkt me ook wel leuk, een kippenschommel. Op de een of andere manier blijken de kippen dat leuk te vinden, een kippenschommel. Zo. De onderkant maakt niet uit, want dat gaat toch. Ik zal dadelijk even een close-up maken van de vitamine. Ik doe er niet te veel in. Even kijken. Een halve eetlepel per 2 liter. Dus ik hoef er maar een paar druppeltjes in te doen, dus niet veel. Maar heel weinig in. Misschien is dit wel weer te veel. Het wordt wel een beetje gelig, maar dat geeft niks. Dat zijn die vitamine. Hetzelfde als bij ons. Vitamine B geslikken, dan zie je dat ook voornamelijk aan de kleur van je urine. Dat het donkerder wordt. Zo, ik ga deze ophangen. En dan deze ophangen. En dan hopen dat het helpt. Oké. Daar hangt hij. Aan de haak. Van de grond. En als het goed is, moeten ze er allebei bij kunnen. Ze worden nieuwsgierig, dus ik ga even achteruit. Ja, die witte die komt er wel bij. Maar ik denk dat de buff er ook wel bij kan. Ja, je krijgt zo zaadjes. En zoiets wil ik ook gaan doen met de voerbak. Maar aan de andere kant, als ik het voer gewoon zo neerstrooi, dan zijn ze even bezig omdat dat zaadje, omdat al die zaadjes tussen dat stro gaat. En dan moeten ze gaan zoeken. Nou, ik zie dat ik toch nog even een baaltje stro erbij moet gaan halen. Ik heb al hooi liggen, maar ik heb wat stro in. Waarom weet ik niet. Maar stro blijft gewoon, ik weet niet, wat mooier. En uiteraard het restafval. Het restafval. Dat is voor de compostbak. Maar dat is voor de volgende film. Dit is trouwens die vitamines. Eigenlijk verduiven, maar dat kwam eigenlijk voor meerdere dieren. Je ziet het. Even kijken hoor, wat staat er. Oh wacht, hij is nog open. Even verdemmen. Even kijken. Aanvullend. Die voeden verduivenvogels, die niet beroepsmatig gehouden konijnen en sierpluimvee. Maar ja, de meeste mensen gebruiken dit toch voor ook voor de pluimvee. Dus, en buiten dat. Vitaminegebrek kan je ook aanvullen met bruistabletten van onszelf. Die vitamine C bruistabletten. Maar ja, ik had het flesje staan.
Ik ga even mijn handen even wassen voordat de talk niet meer afgaat. Het is wel heel erg geel.